er staan allemaal filters. Ho, Dionne die belt me. Hoi, ik ben aan het opnemen. Nee. Ik ben aan het opnemen. Oh! Hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik wel een video opnemen die echt debiel vaak is aangevraagd. Misschien wel een van mijn meest aangevraagde video's aller tijden. Dat is namelijk, hoe bewerk ik mijn Instagram foto's? Ik vind Instagram oprecht een van de leukste social media apps die er zijn. Instagram en Twitter gebruik ik eigenlijk het meest. Twitter is toch wel wat meer actief, omdat je niet om de seconde iets op Instagram zet. Maar ik vind Instagram wel oprecht veel leuker dan Twitter. Ik moet trouwens even opletten op het woordje oprecht, want die schijn ik heel vaak te gebruiken de laatste tijd. En dat is echt zonder mijn bewustzijn. Dus ik ga erop letten. Maar goed, buiten dat ga ik vandaag eindelijk mijn geheimen van Instagram vertellen aan jullie. Nou moet ik zeggen, eigenlijk zijn het helemaal niet zulke geheimen. En zijn de apps en de functies die ik gebruik enorm simpel. Maar je moet het inderdaad maar net weten. Ik ben wel heel erg van een feed wat enigszins op elkaar lijkt. Dus niet een foto, zeg maar, waar je twee witte randen naast hebt als rechthoek. En daarnaast weer een vierkant. En die is heel blauw en dan weer zwart-wit. Ik ben wel echt van een bijpassende feed en daar probeer ik de laatste tijd best wel op te letten. En ook daarvan heb ik een aantal tips. Maar ik moet er wel even bij vertellen dat alle tips die ik eigenlijk gebruik, ik ook weer van anderen, hoe bewerk ik mijn Instagram foto's, heb ontdekt. En dat het dus eigenlijk een verzameling is van heel veel ideeën van iedereen bij elkaar. Want het is echt niet zo dat ik hier allemaal zelf op ben gekomen. Het is echt niet zo dat ik al deze foto-apps zelf heb ontdekt. Dat heb ik ook allemaal geleerd door middel van zo'n video. Dit is voor mij de beste manier en ik ben op deze manier het meest tevreden met mijn foto's. En dat ga ik vandaag met jullie delen. Dus ben je benieuwd hoe ik mijn Instagram foto's bewerk, welke filters ik gebruik, welke apps en hoe ik dat allemaal omgooi tot de Instagram die ik nu heb? Blijf dan vooral kijken. Oké, laten we beginnen. Ik bewerk al mijn foto's met mijn iPhone. Ik maak ook de foto's met mijn iPhone. Ik heb de iPhone 5S, voor degene die zich dat afvraagt. En als je naar mijn iPhone gaat, dan zie je een beginscherm. Heel erg leuk, boeiend. Nu is de vraag, welke apps gebruik ik om mijn Instagram foto's te bewerken? Ik heb hier een mapje fotografie. En daar heb ik eigenlijk al mijn apps in staan. Ik heb eigenlijk onmens veel apps. Maar ik gebruik echt lang niet al deze apps die hierin staan. Deze is trouwens heel grappig. Als je dan je hand op deze manier hetzelfde voorhoudt als dat er op het plaatje staat. En dan een vuist met je hand maakt. Dan gaat die timer af. Dus dan kun je zeg maar van een afstand kun je een foto voor jezelf nemen. Nou ja, heel leuk. Dat zijn dus allemaal apps die ik eigenlijk nooit gebruik. De apps die ik altijd gebruik zijn deze. Dat is PicFX. En hier heb ik SquareReady en ik heb VSCO Cam. Deze gebruik ik eigenlijk altijd standaard. En daarnaast gebruik ik gewoon Instagram zelf. Oké, laten we een foto gaan bewerken. Ik heb een hele hoop foto's. Heel erg leuk. Mijn ding slaat ook automatisch foto's op van WhatsApp. Dus D die een kus geeft. Heel gezellig. Dit was mijn arm toen ik de allergietest heb gedaan. Heel gezellig. Laten we deze foto van Coco gaan bewerken. Coco zat vanochtend bij mij op bed en ze zat er zo schattig bij. Dus ik heb een foto van haar gemaakt en die gaan we nu samen bewerken. Sorry voor mijn gesnot is trouwens af en toe tussendoor. En voor mijn beetje vage stem, maar ik ben een beetje ziekjes. Maar goed, we gaan gewoon verder. De eerste app die ik gebruik, dat is deze. En dat is die PicFX. Ik kan het niet zo goed uitspreken. Ik zei PicFX, maar dat is helemaal niet zo. Want er zit helemaal geen i in. Hartstikke leuk en aardig. Hier kies je een foto uit die je wil bewerken. En omdat ik die al heb bewerkt, gaan we voor deze. En dan klik ik op crop. Oh, die zie je helemaal niet. Hieronder staat crop en dan klik ik op crop. Want dan is die net zo groot als het vierkantje van Instagram. Hieronder staan allemaal filters. Ho, Dionne die belt me. Hoi, ik ben aan het opnemen. Nee. Ik ben aan het opnemen. Oh. Nou, bel ik je zo terug, ja? Is goed. Tot zo. Tot zo. Doei. Nou, dat was wel heel toevallig. Oké, goed. We zijn dus in die PicFX. En hieronder heb je allemaal filters die je kunt gebruiken. Maar eigenlijk gebruik ik er altijd maar twee standaard. Dat is Urban en dat is Film. En als eerste pak ik altijd Urban. En dan pak ik eigenlijk gewoon de eerste die daarin staat. Maar daardoor wordt je foto... Door Urban wordt je foto altijd heel licht. Het kan dus zijn dat je dit te licht vindt. Dan heb je hier een balkje naast waarmee je hem minder licht kunt maken. Nou moet ik zeggen dat ik het bij deze foto op zich wel mooi vind als hij wat lichter is. Omdat die achtergrond dan mooier uitkomt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ik doe hem wat lichter. Die pas ik dan toe en dan klik ik op het plusje
eigenlijk rechtsboven de foto. Dat is deze. En daarmee sla je het effect op. Dan kun je er nog een effect overheen gooien. En dan pak ik altijd film en dan pak ik altijd nummer 5. En dat is ook wederom de eerste die in de rij staat. Hierachter zijn nog veel meer filters die je kunt gebruiken. Kijk ik eigenlijk helemaal nooit naar. Helemaal niet interessant. En met deze wordt je foto, ja, hoe moet het zeggen, een beetje grijzig. Maar ik vind het persoonlijk heel erg gaaf. Zoals je kunt zien, maakt hij hem wat matter. Dus de glans gaat er een beetje vanaf. Het hele grote contrast gaat er een beetje vanaf. Ik vind dat persoonlijk heel erg mooi. Dus die gebruik ik eigenlijk standaard altijd. En die doe ik ook niet zo heftig als dat hij hem direct aangeeft. Die doe ik meestal ergens in het midden. Dan sla ik hem op. Op dit vierkantje met het pijltje omhoog kun je de foto opslaan als hij reageert. Dan sla ik hem altijd op naar fotorol. Omdat ik nog niet klaar ben met hem bewerken. Daarna ga ik terug en dan ga ik naar Square Ready. Want wat ik persoonlijk namelijk heel erg mooi vind, is een wit randje om mijn foto's heen. Dat hebben eigenlijk al mijn foto's en daar ben ik een tijdje terug mee begonnen. En dat vind ik persoonlijk wel veel mooier dan gewoon zo'n standaard foto. Dan staat hieronder staat er een vierkantje en dan kun je hem zo doen. Je kunt hem iets dichterbij en je kunt hem nog iets dichterbij. Het randje eromheen wordt dan steeds kleiner. Wat ik dus doe, ik pak altijd de derde. Dus eigenlijk het kleinste witte randje wat je eromheen kunt doen. En dan ga ik hem simpelweg opslaan door weer hetzelfde patroontje aan te klikken. En dan kun je eigenlijk rechtstreeks naar Instagram. Maar ik sla hem eigenlijk altijd op bij albums. En ik weet niet waarom, maar ik klik eigenlijk altijd deze aan. Ik heb geen idee. Ik heb helemaal geen idee van die afmetingen. Omdat dit een gratis app is, krijg je dus wel heel vaak reclame. Maar die kun je eigenlijk rechtstreeks wegklikken. Deze app heb ik geleerd van Anna. En dit is namelijk wel heel erg leuk. Met deze app kun je namelijk kijken of het bij je feed past. Hier staat eigenlijk mijn hele Instagram feed staat hierin. Ondanks dat ik het nog niet heb geüpload op Instagram, kan ik hier wel kijken van staat het er eigenlijk wel een beetje bij. Nou vind ik persoonlijk dat de foto van Coco prima bij mijn Instagram kan. Mijn Instagram bevat best wel veel kleur, heeft ook wat wittere foto's zoals bijvoorbeeld deze en deze en deze. Maar af en toe is er ook gewoon een leuke blije foto tussen zoals deze en deze en deze. Dus ik vind dat deze foto heel goed bij kan passen. En dan ga ik naar Instagram, want ook daar doe ik nog een aantal aanpassingen. Dus nou ja, heel simpel. Ik hoef jullie niet uit te leggen hoe je een foto op Instagram post. En eigenlijk gebruik ik geen enkele van deze filters. Eigenlijk helemaal nooit. Het enige wat ik doe is hier op het gereedschapje klikken. Pas altijd wat aan in het contrast. Als ik hem toch iets te vaag vind, dan doe ik hem wat meer kleur toevoegen. En ik ga altijd naar schaduwen en dan maak ik hem weer iets matter. En wat ik soms nog wel eens doe, maar dat doe ik eigenlijk niet zo vaak, is bijvoorbeeld een blauwe kleur toevoegen en dan doe ik hem een heel klein beetje blauw maken. Vind ik dat bij deze foto denk ik niet echt mooi, omdat hij al een beetje groenig is. Dus je zou misschien... Nee, ik ga geen kleur toevoegen. Ik vind de kleur eigenlijk van de video vind ik prima. En eigenlijk is het zo simpel als dat. Dan gaan we nu de foto online zetten. En dat zet ik heel leuk bij... Hartje het liefste hondje van de wereld. En het enige wat ik hierbij doe is dat ik hem ook altijd post op Twitter. En dan ga ik hem delen. En hoppata, hij staat in mijn feed. Dus als jullie deze video zien, dan weten jullie welke foto ik heb bewerkt. En dit vind ik altijd wel heel grappig. Je ziet hier die transformatie van likes. Ik blijf dat echt bizar vinden hoor jongens. Maar goed, dan was dit eigenlijk hoe ik mijn Instagram foto's heb bewerkt. Zo simpel was het eigenlijk. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat hieronder jouw favoriete foto-app even achter. Want het kan namelijk maar al te goed zo zijn dat jij een foto hebt gebruikt die wij allemaal nog niet eens kennen. Het mag zowel een betaalde app zijn, zet het er dan wel even bij. Zodat mensen weten dat ze daarvoor moeten betalen. Of een hele goede gratis app. Coco vindt het erg bij het opnemen. Ja, is goed hoor. Dus laat even in de reacties weten... Dus laat even in de reacties weten wat jouw favoriete app is. En Coco wil aandacht. Dus die gaat gezellig met mij de video afsluiten. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Geef een like als je deze video leuk vond. Vergeet ook niet mij te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie heel graag weer tot de volgende video. Doei doei! Doei! Wist je dat Vera absoluut niet tegen houten keukengerei kan? Van houten sushi-stokjes krijgt ze de kriebels. En wanneer je met een houten lepel in een pan roert, staat ze met kippenvel te koken.